Orange Climate, warmteopslag in klimaatplafonds voor energiezuinige koeling en verwarming. Onze kantoren worden 365 dagen per jaar gekoeld en gezond geventileerd, dus ook in de winter. We gebruiken jaarlijks zelfs meer energie om een gebouw af te koelen dan om het te verwarmen. Dat moet met ons gematigde klimaat toch wel slimmer kunnen. Inderdaad, en eigenlijk deden we dat eeuwen geleden al. Denk maar eens aan een kathedraal. Dikke muren houden de kou of warmte buiten, waardoor de temperatuurschommelingen binnen veel minder groot zijn en er minder verwarmd of gekoeld hoeft te worden. De dikke muren werken als een soort accu van energie. We kunnen natuurlijk allemaal nieuwe kantoren met dikke muren bouwen, maar wat doen we met de kantoren die we al hebben? Gelukkig zijn er ook andere, meer efficiënte manieren waarmee we die energie kunnen opslaan namelijk met faseovergangsmateriaal of phase change materials. Met wat? PCM zijn materialen waarvan de verandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte of juist kou op te slaan. Hoe werkt dat dan? Denk bijvoorbeeld aan een koelelement in een koelbox. Het element neemt de warmte in de box op, totdat beide dezelfde temperatuur hebben. Dan verliest het zijn werking en blijft de temperatuur in de box constant. Er zijn PCM, zoals bijvoorbeeld bepaalde waterzoutoplossingen, waarbij je het overgangspunt kunt programmeren. Bijvoorbeeld om een temperatuur van 23 graden te bereiken. Wanneer het warm is, wordt de energie door het PCM opgeslagen. Wanneer het kouder is, wordt deze weer afgegeven. Een ideale temperatuur voor op de werkplek. Orange Climate heeft een manier ontwikkeld om dit in kantoren te implementeren zonder dat daar grote ingrepen voor nodig zijn: door het plaatsen van een zogeheten klimaatplafond. Hierbij worden PCM-panelen in het systeemplafond geplaatst. Naar de wens van de klant kan dat er zo of zo uitzien. Maar hoe het er ook uitziet, er zit heel veel verborgen techniek in. De warmte die in kantoorruimtes ontstaat, stijgt op en wordt opgeslagen in de PCM-panelen, waardoor de ruimte koeler wordt. De verse ventilatieluchtstroom stroomt via het systeemplafond de kantoorruimte in. S'nachts gebruik je de koele buitenlucht om de PCM-panelen te ontladen. Zo gaat het PCM overdag van vast naar vloeibaar en s'nachts van vloeibaar naar vast. In de winter werkt dit juist andersom. De warmte die overdag ontstaat wordt opgeslagen en s'nachts afgegeven. Zo wordt de schommeling van de binnentemperatuur zowel in de winter als in de zomer veel kleiner en levert het klimaatplafond tot wel 50% vermogensbesparing en ook nog eens tot wel 30% energiebesparing op.